We gaan een sprongetje maken. Ik heb de GoPro een keer opgedaan. Even kijken hoe dat werkt. Ik ben heel benieuwd naar. En we hebben een prachtig borsttuig. Dan zal het zadel in ieder geval minder schuiven. Want het is natuurlijk een dressuurzadel en ik heb gewoon nog geen springzadel. Hoewel ik drift toch op zoek ben. Ik heb helemaal zelf twee hinderlissen neergezet. En toen ik klaar was, bleek dat ze niet goed stonden. Dus die heb ik nog even aangepast. Op advies van onze instructeur natuurlijk. Dus ik ga er nu opstappen en dan gaan we zo springen. Dan kan je dat met de GoPro zien. Dan kan je ook zien wat er van jumping overgebleven is. Gewoon niet veel. Dit zijn mezelf opgebouwde hindernisjes. Hier is dan nog een hok. De rest is eigenlijk alles weg. Ik zal nog even omdraaien. Ik ben vooral nog maar de kant op. Het zo meisje. De waterbak ligt er dan nog wel. En hier staat nog wat. Eigenlijk is alles dus nu gewoon weg. Dus mijn hindernis. 14,5 stap ertussen, een grondlijn. Ik weet niet wat een grondlijn is. Grondlijn is een balkje op de grond. Ja, dat kan je natuurlijk ook zelf verzinnen, maar dat wist ik dus niet. Dus even stilstaan. Je ziet er een balkje op de grond. Dan hebben we vervolgens 14,5 stap ertussen. En dan nog een hindernis met ook een balkje op de grond. Ik zie wel dat ze niet allebei even hoog zijn. Maar zoals je ook kunt zien, het zijn ook geen onwijs hoge hindernissen. Dus dat maakt het niet uit. Vrouw gaat ervan zuchten. Moet je zuchten, meis? Hè? Maar je kan het wel, hè? Erna komt er ook aan, dus dat is ook leuk. Je moet ze er niet afgooien, Truus. Als je paard het eraf gooit, dan moet je het dus zelf erop leggen als er niemand in de buurt is. Normaal loopt er altijd wel iemand rond, maar vandaag dus gewoon niet. En dus moet ik gewoon van mijn paard af om de balk erop te leggen. Dan gaan we weer verder, moet ik er wel weer op. Ja, oké. Echt er overheen, zeg maar. Spring, dank u. Goed zo, braaf. Kom. Ja, jij moet zo ook nog. Daar snap je natuurlijk helemaal niks van. Dat begrijp ik. Nee, we gaan niet schuren aan een balk. Kom op. Oh, wachten. Zo. Nou, ik leg hem wel plat voor de zekerheid. Dat hij niet ook nog om gaat vallen. Zo. Nou, kom. Even twee balkjes halen. Zo. Ja, denkt u dat het zo... Ik denk dat het wel gaat lukken. Oh, gelukkig. Kom paard. Dan gaan wij ook nog even springen. De hindernis een aantal keren gedaan en ik vond het heel erg leuk, ging het goed. Je ziet Erna nog op de achtergrond en ja, nu zijn we bezweet en moe. Dus tijd om uit te stappen en af te zadelen en lekker naar huis. Ik hoop dat je het leuk vond zo met de GoPro. Ik hoor graag in de reacties hieronder wat je ervan vond en ik zie je graag volgende week. Bedankt voor het kijken. Doei!